Je verliest vandaag 2-0 van VVSB. Onnodig? Ja, vind ik wel. Als je naar de wedstrijdbeeld kijkt, dan zou je dus niet zeggen dat je deze wedstrijd had hoeven te winnen. Maar zo'n wedstrijd wordt beslist door foutje. Eerst lange bal in de 16 en wordt een penalty gegeven. Waar ik mijn twijfels bij heb. Ik moet zeggen, de eerste 3 minuten heeft VVSB de bal niet aangeraakt. Waardoor ze gewoon op elkaar gingen schelden. Ze wisten het niet. En op een gegeven moment een vrije trap. En die bal komt in de 16. En dan keeper had hem vast, naar mijn mening. Op een gegeven moment liet hij hem los. En toen nog een keer. En scheidsrechter beslist om een penalty te geven. Dat wil ik nog wel eens zien. Maar dat veranderde dus de hele wedstrijd. Ja, en daarna het tweede doelpunt was in mijn ogen buitenspel. Ik zat een beetje op lijn. Ik had het idee dat het buitenspel was. Dus twee situaties en verlies je wedstrijd. Even terug naar het eerste doelpunt. Daarna, jullie begonnen goed, maar na die 1-0 vielen jullie helemaal weg. Ja, goed. Kijk, weet je, het is, wij hebben wekelijks met dit te maken. En ik wil niet zeggen dat de scheidsrechters slecht zijn, maar heel vaak bepalend. En de jongens die vinden het natuurlijk ook heel lastig als de beslissingen niet altijd correct zijn en waar doelpunten uitkomen. Ja, de jongens die verliezen af en toe hun hoofd en dat gebeurt ons te vaak. Dus daarin kan ik wel begrip voor tonen, alleen het mag niet gebeuren. Die kopjes gaan dan hangen en nu de komende wedstrijden gaat het om de punten. En wat gaan jullie eraan doen dat die kopjes bij een eventuele achterstand wel weer omhoog gaan? Nou ja, gewoon zoals de eerste 10 minuten, waardoor je heel goed voetbalt en je creëert 3 kansen. Je komt 3 keer 1-1 op de keeper af en je scoort ze niet. Dus wat je dan moet doen is dat je scoren moet. En dan win je zo'n wedstrijd ook, want dan maak je de 2 en dan is het eigenlijk klaar. Verwijt je jouw aanvallers dat ze vandaag niet hebben gescoord? Ja, ze hebben de kansen gehad. Aanvallers en middenvelders hebben de kansen gehad op de keeper af. En dan is het net bepalend. Scoor je, krijg je een heel andere vervolg van de wedstrijd. Scoor je niet, dan wordt het lastig. Toen begin van de tweede helft, rode kaart voor Verwij. Jouw visie daarop? Nou, vanaf de bank kon ik zien dat hij een sliding maakte en de bal geraakt heeft. Ik heb hem nagevraagd hoe hij dat zag. Hij zegt, zo was het ook. Scheidsrechter heeft een andere mening. En die zegt dat hij met 2 gestrekte benen in kwam. Dus ik wil ook daarin eerst het beeld afwachten.